Le banc et l'arrière-banc. Ils sont 2000 à réaffirmer le caractère flamand des fourrons. Oui, mais je vais quand même contourner comme ça. Hein. Flamande. Nee. Wat is, het is nog vroeg. Ja, het is nog vroeg. Wanneer bestelt? Hoeveel dagen zitten naar binnen? Nee, we zijn gevraagd. Is dat de eerste keer dat ze u aanhouden? De eerste keer? Oh, 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 oh. Ja, vandaag. Vandaag is de eerste keer. Hè. Maar dat is niet meer buiten houden aan. We'll be right back.
Sint-Genesius Rode hebben zo'n 1000 Vlaamse nationalisten van voorpost actie gevoerd voor een onafhankelijk Vlaanderen. Ook het FDF kwam er samen om haar eis om het Brussels gewest uit te breiden kracht bij te zetten. De Mars voor Onafhankelijkheid werd georganiseerd door het Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond. Voorpost eist de afschaffing van de faciliteiten en de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde. Halverwege de presentatie in de Openbare Bibliotheek in Amsterdam gooiden actievoerders pamfletten van een balustrade. Vervolgens beklom een van de demonstranten het podium en drukte Duivendak een taart in het gezicht. Na een korte onderbreking werd toen de bijeenkomst weer hervat. De politie arresteerde 3 mannen die bij het incident waren betrokken. Kom vrij! Ontvang drugs vrij! De eerste openbare zitting van een islamitische sharia-rechtbank in de Bali in Amsterdam is woensdagavond verstoord door een groep demonstranten. Ja.
Normaal zouden de koning en de koningin even tussen de mensen wandelen, maar ze zijn allebei snip verkouden. En dus moeten de inwoners van Dendermonde het doen met een acte présence van op de trappen van het stadhuis. Maar er is ook protest tegen het Koningshuis van de Vlaams-nationalisten van Voorpost. De politie pakt 22 demonstranten op. Tegenbetogers kan er geen sprake zijn van een benoeming, omdat de burgemeesters al jaren de taalwetten niet respecteren. Deze is een Vlaamse gemeente en blijft... België! 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 Linkerbeek! Vlaams! Linkerbeek! Vlaams! Linkerbeek! Vlaams! Voor Magiekske! Magiekske! Door een aantal betogers van Voorpost was het niet altijd aangenaam binnenkomen voor de CD&V'ers. De veiligheidsmensen worden ondertussen zeer zenuwachtig. Deze stop was onvoorzien. Ordentroepen komen erbij. Want aan het Stam, het Stedelijk Museum, staan betogers van Voorpost in Vlaams Belang. Let us pray for all the people in our land who sacrificed so much, those who were tortured, those who were killed, those who were imprisoned. Activists of the right-wing organization Voorpost tried to disturb the ceremony. They were arrested by the police. Misschien ging je erachter om de bocht door, hè? Ik kom niet op dat. Voorstanders van Vlaamse onafhankelijkheid wilden nog één keer laten horen dat zij niets van Albert moeten hebben. Wij zijn voor een onafhankelijke Republiek Vlaanderen. Ja, en het woord Republiek, dat houdt in dat we geen koningshuis moeten hebben hier. Jullie bewijzen
dat wij klaar zijn om deze campagne om er een lap op te geven. Mensen die naar hier zijn afgezakt met vlaggen met de Vlaamse leeuw op. Ze hebben hier slogans geroepen voor de poort. Ze hebben dingen opgehangen. En op een gegeven moment hebben ze zelfs een slot rond de poort gegooid, zodat er niemand meer uit kon en niemand meer in kon. Actiecomité en Voorpost hebben voor het gemeentehuis post gevat. Ze maken duidelijk dat het circus in Linkebeek moet stoppen. Wanneer de leden van Voorpost na hun betoging de bus opstappen, vormt zich een paar honderd meter verderop een tegenbetoging van jonge Turken. Eerder op de middag manifesteerden ze ook al tegen de betogers van Voorpost. Dit keer gooien ze onder meer eieren naar de Gentse politie. De politie zet voor de tweede keer het waterkanon in. Thank you.